Wij doen elk jaar een SOS-dag voor onze collega's. Dat staat voor simulatie obstetrie spoed. En daarmee oefenen we eigenlijk de acute situaties op de verloskamers. En dit jaar hebben we iets heel leuks bedacht, een escape room. Nou, een escape room is dus een ruimte waarin je opgesloten zit. En in dit geval is dat dus een verloskamer waar een barende patiënt ligt. Die in het verhaal achter is gebleven in een evacuatie. Die mevrouw is in barensnood, die heeft pijn. Het kind komt eraan, maar het gaat niet goed met deze mevrouw, niet goed met de baby. Alle spullen die je nodig hebt om deze patiënt te redden, ligt dus verstopt in kistjes met een slotje erop, in potjes met een sleutel erop. Je telefoons zijn niet bereikbaar, je kan niet bij je teamgenoten. Dus je moet met elkaar samenwerken, puzzels oplossen om samen bijvoorbeeld een infuus te prikken, medicijnen te geven en deze patiënt goed door deze baring heen te loodsen. Ik vind het echt super belangrijk voor onze collega's, omdat het vooral gaat om samenwerking in de escape room. Je werkt met andere disciplines samen. Zo moet je met de gynaecoloog communiceren, met de kinderartsen en niet alleen maar met je eigen verpleegkundige. Kirsten en ik hebben deze escape room samen bedacht. We zijn allebei heel erg creatief en houden heel erg van de acute situaties op de verloskamers. En zo zijn we eigenlijk tot deze combinatie gekomen.